Dan gaan we naar onze laatste tafelgast toe. Frans de Rond. Zijn stelling is, alleen met een eigen varkensvleesmerk kan de varkenshouder extra geld verdienen. Mag ik een applaus voor Frans de Rond? Ik ben het niet eens met deze stelling. Er zijn heel veel wegen en heel veel manieren waarop je extra geld kunt verdienen. Laatst was er nog een adviseur van de fokkerijorganisatie die zegt, met een goede kruising, een goede keuze van varkens en de goede voerkeuze daarop, kun je zo 5 euro rendement per varken meer maken. Als je heel goed inkoopt en heel scherp op de kosten let, kun je zo een paar euro per varken meer maken. En ik denk, als je die dingen dus al doet, dan kun je daarnaast nog kijken of hier mogelijkheden liggen dat je dus op een herkenbare manier varkens produceert. Er is een steeds groter groeiende groep consumenten die een gezicht achter het product wil. Die een herkenbaar product wil. Die wil weten waar het vanaf komt. En als je daar invulling aan kunt geven, dan is dat naast een hele goede operationele business, is dat een extra mogelijkheid om in de markt te staan. Uiteindelijk zul je een smaakvol, heel goed product moeten hebben wat aansprekend is bij de consument. Daar beginnen de eurotjes te rollen en het is de kunst om ze naar je toe te laten rollen. Dankjewel, Frans. Alleen met een eigen varkensvleesmerk kan de varkenshouder extra geld verdienen. Wie is het daar mee eens? Groen, wie is het niet mee eens? Rood. Volgens mij unaniem. Nee, eentje niet. Maar voor de verdere rest unaniem rood.